beeldbepalend in het centrum van Oosterwijk is het uit 1899 daterende raadhuis in neorenaissance stijl. Oorspronkelijk stond hier de middeleeuwse Onze Lieve Vrouwenkapel. In 1648, het jaar van de Vrede van Münster, kwam aan die religieuze bestemming een einde. De kapel werd gesloten en deed daarna onder andere dienst als Latijnse school. In 1728 werd de kapel als raadhuis in gebruik genomen door het kwartier van Oosterwijk. Totdat in 1899 het huidige raadhuis wordt gebouwd, precies achter de voormalige kapel die daarna werd afgebroken. Deze foto is gemaakt door Adrianus Vlamings, die toen van zijn hobbyfotografie nog niet zijn beroep had gemaakt. Het raadhuis is een ontwerp van architect Schoneberg uit Oosterwijk, die ook de burgemeesterswoning en een sigarenfabriek ontwierp. De bouw kostte ruim 14.000 gulden. Zelf kreeg hij 560 gulden voor zijn ontwerp. In die periode diende het raadhuis ook als politiebureau, compleet met cellen. In de oorlog ontstond grote schade door een bombardement op een nabijgelegen munitietrein. Bij het herstel van de schade werd de secretarie uitgebreid. Er kwamen glas in loodramen in de trappenhal met afbeeldingen van Nicolaas van Es, Johannes van Oosterwijk en pater Adriaan Poorters. Ook werden daarna de dorenspits, overkapping bij het bordes en raampartijen aangepast. Later werd de raadzaal vergroot. Door de vele verbouwingen heeft het gebouw een eclectisch karakter gekregen. In het torentje hangt nog altijd de Mariaklok uit 1535 van Jasper Moer. Sinds in 1989 het huidige gemeentekantoor is gebouwd, is het oude raadhuis vooral in gebruik als trouwlocatie en voor vergaderingen.